Hallo allemaal, welkom terug. Zaterdagochtend. Ja, niet daar, hier, in het echte leven. 1:15 middags. Even kijken, dat hebben we gisteren ook al in gedaan. Ik ben gingen slapen. Oh, om te kijken of ik de sojabonen al goed waren. Want ik denk dat ik daar gewoon een financiële injectie van kan krijgen. Sojabonen, ja. Oké. Daar is toch geen aparte ding voor nodig? Laten we even checken. Had ik dat al gecheckt? Oh, wacht, ik wilde. Ja, nee, ik had het al gecheckt. Maar Maya, die kan het hebben. Yep. Dus we gaan even tappen. De ploeg mag los. Dank u. Oh, dan moeten we het stuurtje even aansluiten. Als ik de USB-kabel uit de knoop krijg, tenminste. Zo. De gaspedaal installatie even binnenhalen. Zo. Dan moet ik even kijken. Oh, slaapkool. Oh nee, ik ga mijn kerpakje op. Nee. Ik wil het zeggen, ik moet mijn maaier hebben. Nee, ik moet mijn kerp hebben. Zodat ik die alvast klaar heb staan. Als ik een volle bak heb. Oh, wacht even. Nee, ik ben. Ah, zie je wel dat ik mijn hulpje heb gisteren. Dat is de dingen. Klaargemaakt, het contract. Oh, dat moet ik ook nog accepteren. Nee, niet. Even kijken, dat is. En wat is het wiel? Netig kind. Nee, wacht. Er is toch een bruggetje over gegaan. Dat is niet zeker. Wat heb ik hier?
steek je hier overheen crossen dan. Verkeerd gereden. Nou ja, even een hoor je niet te doen in. Oh, hier haal je de trein op. Oké. Okay. Weer wat gebeurd. Nou, ik kom wel onderuit, dat is ook goed. Hé, hey, ik ben mij gekwijt op de kaart. Oh, kruk, ik ga de verkeerde kant op. Wat een hagel gisteren. Holy moly. Ik had het idee dat ze er niet langs kunnen als ik zo langs rijd. Die poeg achter me. Ah, mooi die bladen. Mooie kleur. Voor november. Behoren ze dan al niet kaal te wezen? Ja. Zo. Ik kom hier. Perfect. Oeh. Dan gaan we de kar halen. Gaan we het voertuig wisselen? Heb je maaien erop zitten? Nee. Oh shoot, die moet ik nog ophalen. Ah. Ja, door het foutje gisteren, ik herinner het me weer. Mijn maaien was wel aanwezig, maar ik kon alleen niet zien waar die was. Dus ik moet hem nu moeten kopen. Eerst verkopen en dan wil ik niet moeten kopen. Dat was het.
daardoor rustiger. Even kijken, geeft hij me. Hij geeft hem ook niet aan. Wat is hier aan de hand? Oh, moet het contract ook nog inleveren? Ja, dat doe ik zo meteen als ik een maaier gehad. Ja, de eeuwige werk en uitvoering. Post. U ook. Met z'n hadden de busje niet eens meer leeg. U ook, ben. U ook. Atsch, dak in mijn gezicht. Oh nee, we hebben ze in een dichte huis. Ja, ja, die heb ik gisteren nog getint, ja. Nee, niet. Nou, nee, nee, ik hoefde niet te tanken, dat was het. En dat was met de trekker trouwens niet meer deze. Mijn brandstofverbruik staat aan, maar het staat op, op minimaal. Uitgelegd dat als ik rijker word, dan gaat hij weer een stapje hoger. En dan gaat hij normaal op normaal. En als het heel goed gaat, dan gaat hij op super. Gevaarlijke stoffen. En dan gaan we rechts aan. Het rode huisje, rode gebouw maar zien. Ja, ik zie in de verte al. Dan links. Hallo. Nee, ik zie hem niet op de minimum staan. Ik heb hem gisteren toch echt nog gekocht. Voorbij gereden.
maken en ik ga de winkel niet meer vinden. Hier werd hij ook niet meer gegeven. Ik heb hem toch gekocht, dat weet ik zeker. Nou, dat kunnen we altijd maar checken. What? Ik vergeet. Ik ga die video even terugkijken, want ik weet zeker. Oh nee, ik had een ploeg gekocht. Nee, niet, ik had deze gekocht. Mindfist. Ik zou zweren dat ik heb gekocht. Dat ik ga toch toch die video kunnen kijken. Het was een beetje het einde van de laatste van de einde van de aflevering. Dus. In de slaapkamer van de vismakker springen. Hey spook! Ja, nou ik ken het. Daar moeten we mee zijn. Stap, sorry. Hoepeta! En dan gaan we weer terug naar wat leven we eigenlijk? Kwart voor één in de middag, dus dat is Chloe. 22 kilometer per uur. Webpost. Al die brievenbusjes, hier staat het dingetje omhoog. Niemand is geïnteresseerd in post. Flatsch. Dat heb ik nog gezien. Ja, met deze kan ik niet... Ik had al in een video eerder gezegd
Ik ga niet naar collectibles zoeken, want ik vind dat een te makkelijke manier om aan geld te komen. Want je krijgt 1000 euro voor een gevonden item, heb je zet helemaal compleet en krijg je iets van 100.000 euro de extra. Dus ja, dat is dat kan ik niet zo goed een money cheat gebruiken. Maar dat doe ik ook wat. Ik heb eigenlijk erop beticht. Ik zag het einde van de. Hier, wat een grote kaart. Oh, dat kan trouwens ook uit. Bedenk ik mij eigenlijk geen reden. Ik vond het gisteren eigenlijk aan de ene kant ook wel prettig dat ik dat spul niet in, in mijn gezicht zag zitten. Hulpwens dus. Uit. Sla maar even op. Dan val ik weg. Poep. Zo. Hé. Heb je meer uitzicht? Ik hoop zo dat er een deel van Nederland komt. Dat lijkt me toch wel zo kicken. De Achterhoek of zo. Ik zie het wel zitten. Ik ga zonder kaart kijken en proberen terug te rijden. Zo. Ik heb geen GPS erin zitten, dus. Ik doe het allemaal zelf. Dat ging niet om het nou. Nee, want daar is mijn vertrouwde pionnetje. Achterin kijken. Ik zal me niet zo hard rijden meer. Mijn maaien maakt hele diepe krassen en deuken. Is die er? Oh, een soort bruggetje. Geen. Ik dacht dat het een zak graan was. Maar dat ken ik niet. Ik dacht verder onoverzichtelijk. Ik heb hem op een video die terugkijk gezien. Ja, ik edit bijna nooit. Behalve, maar ik kijk wel altijd mijn video's aan. Mocht er iets in zitten wat niet goed is. Niet als ik iets verkeerd doe, want dat boeit me niet. Hetzelfde als je, ik ga niet zonder elkaar te proberen naar huis te rijden. Mislukt het, mislukt het. Maar dat zal niet het geval zijn. Nou, maar ik bedoel bijvoorbeeld dat ik iets moet hebben en dat ik uren aan het zoeken ben. In het verleden deed ik daar nooit iets aan, maar tegenwoordig dan kort ik dat wel niet. Daarom kijk ik mijn video's daarover voorover na. Want de fouten die ik maak, als ik ze maak, hoef je dus niet te maken. Port Enjoy Nature, wat we altijd tegenkomen. Iemand die daar loopt daar altijd. En post. Ze staan allemaal omhoog. Hier, ze hebben allemaal Viagra gebruikt. Ja, ik zag hem namelijk achter me gaan. Alle van de kant. En zo'n zwaailamp er weer uit. Waarom? Het beruchte bruggetje. Nou, daar durf ik wel met 22 overheen te rijden, hoor. Ik dacht altijd, ik zweer het je, ik had het nog nooit geprobeerd. Want ik dacht altijd van, oh, dat is veel te hoekig. Je wordt gelanceerd. Maar helemaal niet. Woehoe! Dat is wat ze leuk in Grand Theft Auto 5, 4. Ook weer rij in die auto en dan zie je die ophogingen. Dan krijg je een bonus voor stunten.
Nee, dit heb ik eigenlijk nooit gepland. GTA 4, 1, 2, 3, 4, 5, whatever. Ja, 1 heb ik niet. Dus dan kijk je bovenaf, maar die heb ik vroeger wel gehad. Zo, daar zijn we dan. Zonder op de kaart te kijken. Hey. Applaus voor je eigen. Ik heb het in Star Wars ook. Ik moet altijd op de kaart kijken van waar ik heen. Nou, ik heb hem dus goed aan de andere kant kunnen zitten. Nou ja. Dat is wel mijn veld, toch? Nee, dat is mijn veld niet. Ik wou zeggen, dat is katoen. Oké, klein foutje. Ik zat wel aan de goede kant. Ik had wellicht wat meer. Nou, ik had wel wat meer hier naartoe gekomen. Maar ja, maar. Gaan we dat een arbeider laten doen? Nee. We hebben nog een contract in te leveren. Laten we dat maar even gaan doen. Ben ik nog niet klaar? Hij is pas 38%. Oh, oké. Straks. Nou, zit je op je krabbankje te krabben, jongen. Laten we dat even zo, tenminste, goed gaan. Dat ziet er goed uit. Oh ja, dat waren het met. Stromen, dat is die. En B. Je hebt geen toegang tot dit land. Dit is mijn eigen land. Nee. Je gaat geen open prioriteit inroepen. Jeetje, niet dan. Oké. Okay. Ik wil geen lui worden. Ik heb momenteel toch weinig om handen, dus ik kan het niet goed zelf doen. En bedenk, dit is allemaal gratis wat ik heb gekregen, omdat het wel op het land zit dat ik gekocht heb. Ja, ik ben daar een stukje vergeten, maar dat ga ik wel weghalen. Dan zit ik ook altijd als ik naar een andere kijk, ze laten een stukje met poegen of met. Dan denk ik ook, oh, haal dat alsjeblieft weg. Het brandt. Nee, ik kan er zelf ook niet tegen. Ik merkte het al toen ik net overheen, toen ik aanving. En ik wou, ik zie trouwens nog een stuk. Zo scheef ben ik er niet gaan rijden, toch?
dat het duurt lang voordat hij vol zit. Mooi. Even dat weer uitzetten. Ja, ik ga zo meteen nog wel alles weer meenemen. Ah, net de draai niet kunnen maken. Ze stormen nou niet. Ze zijn net 42, ik weet het nou al. Zo. En ik zat te kijken vandaag naar Swarovski, die speelt dit ook. En ik had het erover dat ik die kaart niet meer achteruit kan rijden. En die zei ook al, niemand kan dat. Dus je blij toe. Hallo. Het is het. Dank u. Wat krijgen we nou? Zo, dan is al het land gedaan. Dan kunnen we bedenken wat we gaan planten. We kunnen het gaan voorbereiden. Weet ik veel wat allemaal, wat het land nodig heeft. Nou, daar ben ik nog niet uit. Maar dat denk ik, ik ben ondertussen wel aan het nadenken van wat ik zou kunnen gaan planten. Maar dat. Ik denk sowieso zorgen weer. Ik heb de timing niet gezet. Dat zei ik, het was kwart over 1. Ja, oké. Okay. Zo zit het. Alexa, set timer 20 minutes. 20 minutes, starting now. Thank you. Ik had niet de timer gezet, sorry, dat ik de video begon gisteren. Ik heb even teruggekeken. Ik was heel nieuwsgierig. Ik was ervan overtuigd dat ik het wel had gedaan. Ja, ik weet dat je helemaal ook zo kan gaan, maar als ik het zo doe, heb ik af en toe punten dat ik moet draaien. Dan heb je even wat anders om handen dan dat je alleen maar rechtdoor gaat.
Zit er nog geen 50%. Hoewel een tweede trekker belangrijk is, maar een silo vind ik toch een stuk belangrijk. Want vandaar zou ik het meteen moeten verkopen, omdat ik geen opslag heb. En als de prijs niet goed is. Als de prijs niet goed is, dan had ik het in opslagkiller zitten. Kijk, zoals die stro, et cetera, dat is geen probleem. Op de keiger. Ja, ik zal een schuur moeten hebben voor het geval als het gaat regenen, dat je droog kan zitten. Maar ja, ik heb sowieso ook garages nodig om een voertuig in te zetten, want ze zijn zo'n beetje van het land af. Geinig. Zijn we op de helft. Nice. Als ik had dat dingetje weer vergeten. Ik ben juist op het punt dat ik niets vergeten ben. Ja, daar verderop, maar ik bedoel de rest van het veld niet. Hetgeen ik nooit check is hoe mijn video's het doen, hoeveel subscribers ik heb, want het boeit me allemaal niet. Ik ben niet op zoek naar subscribers. Maar per toeval kwam ik erachter dat ik van de 65 in 71 heb. Ik zeg maar toch altijd duidelijk dat ze niet hoeven te subben. Want ik wil YouTube niet als werk geven. YouTube net begonnen, dat heb ik ook al verteld, dat was heel erg leuk. Toen kon je 10 minuten filmpjes uploaden, je had geen last van dat je mensen moesten subscriben of wat dan ook, of Patreon, of weet ik wel wat voor ons. Dat snap ik sowieso niet, ze hebben al reclame op hun kanaal, waarschijnlijk ook merch. Ze hebben de subscribers en ook moeten ze reclame maken in Patreon. Oh, ik ben dan wel een heel groot stuk vergeten. Ik doe dat niet aan. Dit blijft een reclamevrij YouTube-kanaal. Dus niet subscriben, dank u. Welke beroemdheid te worden. Ik doe dit omdat ik het leuk vind en niet om rijk te worden of beroemd te worden. Ik hoef geen dingen opgestuurd te krijgen. Het bedrijf hoeft geen spullen op te sturen om een preview te doen. Dat doe ik ook allemaal niet aan. Wat ik preview, dat heb ik van mijn eigen centen gekocht. Omdat ik achter dat product sta. Ik heb geen
video van mijn unbox video van de Samsung S21 Ultra. Want dat was het, die heb ik wel gemaakt. Maar wat ik niet had gezien is dat tijdens het maken van de filmpje het lenskapje nog op de lens heb. Dus ja. Maar ik heb hem hier. Het wordt het donker. Weet je. Oh shoot, dat was het licht ook alweer. Keypad 6, keypad 5 en controle F. Oh ja. Dan zien we tenminste waar we mee bezig zijn. Vind ik wel, in het spel, het wordt zo vroeg al, zo donker. Nee, dat wordt niks. We gaan slapen. Poepedoepedoe. Nou, ik moet die red sheet wel aan kunnen zetten. Nou ja. Ja, dat moet nog geproefd worden, dat weet ik. Zo. En daar zijn we weer. Zo. Ik mag hopen dat je wel gedoucht hebt. Hey, dag jongen. Ja, Spooky wil ook op tv, hè? Spooky pikt wel ook op tv, hè? Dat is toch wat moois, de meest rechte lijn die ik heb aangehouden die je maar kan denken. Dus op 82%.
Ik denk wel dat ik dit veld in één keer maar even kan zoeken. Wat is dat daar voor onkruid? Dit heb ik uitstaan. Gaat hier nog langs zo? Van de 22 terug naar de 10. Had hij ze wel weg? Oh, de procenten blijven stilstaan. Oh ja, wat ik zie, hoe heet het van? Laten we 3 op 82 staan op de stad. I'm confused. Het is met het ding aan de hand. Is jij laten staan? Hij is niet stuk. Ja, vol gas 7 kilometer. En hij laat het staan. Wat gebeurt er als ik... als we dit weer gaan herkapen. Ik kan even kijken, C. Stroomwaarde inschakelen. Wat zou je eerst hebben? Dat hele strookje hier gedaan. Maar ik durf te weten dat het strookje hier nog ligt. Ja. Oh, strooien. Wacht even, nee, ik hoef niet te strooien. Is dat ding stuk?
gebeurt als we er een hulpje op zetten? Ja, want hij zegt geen plek gevonden. Nee. Terwijl ik op mijn lamp ben. Gaat ik van helper E is vol. Nee, maar we zitten op 82%. Wil je gaan zeggen dat hij in ene niet meer tot 100% kan? Dat weet ik nog wel. We zitten bij. Aan de andere kant. Oké. Okay. Dat is belachelijk. Zegt hij dat hij vol is? Dat is op 82%, niet op 100%. Even plaatsen. Nee, we hebben een beetje een rare gewaarwording. Hij is vol. 82%. Ik heb tot 100. Als je klaar bent met de veldgang, de kleine doedetjes wel oppakken. Nee, vreemde gewaarwording, hoor. Sorry. Hop, einde tijd. Bedankt voor het kijken. Ik hoop je in mijn volgende video te zien. Doei, doei.